praten met Ed Knol van Borno 5. Jij vindt dat mensen hybride moeten werken. Wat bedoel jij daarmee? Mensen. Buzzword. Ja, nee, het is geen buzzword. Het is of mensen of processen. En wat is het? En als je kijkt naar, iedereen denkt vandaag de dag natuurlijk in journeys. Vanuit Borno 5 denken wij uit ons planningsmodel hybride, dus een hybrid journey. En dat heeft te maken met het feit dat we het liefst door alle silo's heen gaan binnen een organisatie. Dus dat je een journey, natuurlijk een seamless brand experience, probeert te plotten. Maar daar heb je marketing bij nodig, daar heb je communicatie bij nodig, daar heb je digital afdeling voor nodig, daar heb je de e-commerce afdeling voor nodig. En tegenwoordig lopen we ook steeds meer tegen, zeg maar, de customer experience afdeling aan van grote bedrijven. En het is heel lastig om die aan tafel te krijgen en om dat hybride te krijgen. En vanuit Born werken we hybride. Eigenlijk betekent dat zowel linksdenkende als rechtdenkende mensen. En die proberen dat door al die silo's heen aan elkaar te koppelen, zodat je dus een seamless journey krijgt. En dat die klantbeleving op elk moment aansluit bij waar het merk voor staat. Dus je bedoelt eigenlijk vanuit de customer journey, de klantreis in mooi Nederlands gezegd. Ja. Wil je alle aspecten van die klantreis met die klant optimaliseren, perfectioneren? Ja, en dat doen we enerzijds. Lukt dat ook? Want zeker vooral bij grote bedrijven, wat je al zegt, dat allerlei groeperingen en mensen. Nou, het is een hele lastige situatie om natuurlijk daar dat voor elkaar te krijgen. Maar we hebben een streven en we hebben ons model daar ook op afgestemd. Dus wil je het model volledig doorlopen, zul je die andere silo's erbij moeten betrekken. En anderzijds werkt die ook hybride, omdat een journey niet alleen maar bestaat uit user needs en campagnes. Het bestaat ook uit brand objectives en de doelstellingen. Waarom maken wij als creatief bureau, als digital first bureau, maken we nou creatieve uitingen? Niet omdat ze mooi zijn, maar omdat ze een doel dienen. Dus die user needs worden ook binnen die hybrid journey, worden die geplot op de business doelstellingen van dat bedrijf. En daar zie je gewoon dat er soms wel een need is bij een consument, maar die wordt nog niet ingevuld door dat merk. En dat is dan wel een soort van opportunity voor dat merk om die journey, ja, die klantreis zoals je dat zo mooi noemt, om die gewoon nog naadlozer, nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Dus het koppelen van die user needs, de gebruikersbehoeften, met de doelstellingen van het merk, daar zit heel veel waarde in. En dat wordt dan niet door iedereen gedaan. En betrek je daar ook tv-advertising en dat soort traditionele media bij? Nou ja, zeker, zeker. Maar niet voordat we het ecosysteem rondom dat merk hebben ingericht. Voor ons begint een ecosysteem niet bij de big idea of bij de televisieadvertenties. Dat begint bij een seamless journey. En als je vandaag de dag sommige categorieën al 80% digitale interacties hebben met hun consumenten, dan moet je het digitale ecosysteem heel goed indelen. Dat is wel echt anders, hè? Je zegt, we zijn een creative bureau en die beginnen allemaal met een big idea en jullie beginnen met die customer journey. Nou, we zijn een digitaal bureau. 15 jaar geleden begonnen als digitaal bureau. Dus wij kijken naar de wereld vanuit het digitale ecosysteem. En als dat goed staat en is ingevuld door die silo's heen, dan kunnen we eigenlijk van onze owned media kun je opschrijven naar paid media, om dat systeem vervolgens met nieuwe mensen aan te vullen. En dan gaat het systeem werken. Als je dat echt goed wil doen, dan ben je niet meer alleen creative. Dan ga je diep een bedrijf in. Dat klopt. En daarom werken we, nou, dank je voor de vraag, werken we hybride? Vanuit strategie tot aan media aan toe. En er zit heel veel craft, heel veel strategie, heel veel data insights, marktonderzoek, concept en creatie zit daar ook in. Alleen binnen de bedrijven zitten er meestal muren tussen. Bij ons is de studio één grote afdeling waar iedereen met elkaar hybride, sorry, dat is weer die tekst, met elkaar samenwerken. Zo is het. Hybride. Mooi, heb je nou een voorbeeld van een klant of een bedrijf, anywhere, die dat heel erg goed doet? Nou, ik denk dat ING daar een hele mooie organisatie voor heeft ingericht. Met verschillende tribes die onafhankelijk van elkaar werken. Met daarboven weer een laag die dat allemaal weer bij elkaar brengt. Om continu die klantreis in kaart te brengen. En eigenlijk de journey waar sommige bedrijven over praten, echt in honderden kleine verschillende stukjes op te knippen. En daar weer tribes op in te zetten. Ik vind dat ze dat waanzinnig goed doen. Dus ING, applaus. Ze moeten alleen nog iets aan hun reputatie doen. Nou, dat heb ik net verteld. Salaris van de topman. Dat kwam uit een onderzoek van Kantar, waar ze de merkbelofte naast de customer experience hebben gelegd. En dat doet wel pijn voor de ING, maar ook voor de Rabobank. En daar scoren de kleine. Alle financials eigenlijk, hè? Nou, niet de nieuwe toetreders. Want een Triodos en een Bunk en een ASN doen dat hartstikke goed. Omdat die merkbelofte zo goed is, dat duurzame ondernemen en ver weg staat van de grootbanken, dat mensen die daar naartoe gaan, eigenlijk met een roze bril naar de dienstverlening kijken van die bank.
Maar Triodos en ASR zijn geen nieuwe. Die hebben een ding gekozen. Absoluut. En daar zetten ze zich af tegen de grootbanken. Daar scoren ze heel goed op. Dus ondanks dat die experience van grootbanken misschien wel beter is. Want ze hebben meer producten en services. Ze hebben meer filialen. Ze hebben nog mensen die je aan de telefoon kunt krijgen. En die anderen zijn natuurlijk zeer digitaal georiënteerd. Dus het serviceniveau van die grootbanken zijn nog steeds op een hoger niveau. Maar door die merkbelofte komt daar een negatieve, dat noemen ze de experience gap van Kantar, komt die eroverheen en trekt hij echt naar beneden. Maar komt dan een ING ook bij Kantar goed eruit? Want die ja, is al omgeprezen, denk ik inderdaad, dat de app en de methodes van ING goed werken qua klantreis. Ja, de bankieren-app van ING is fantastisch. En dat merk je ook wel in de scores die ze hebben op die customer experience. Maar de merkbelofte, ja, dat is een bleeder voor ING. Dat doet ze echt heel erg veel pijn. Maar ook voor de Rabobank. Een tip voor iemand die hybride wil werken? Wat is stap 1? Kijk om je heen. Probeer het niet in je organisatie zelf te doen. Leer van modellen zoals wij dat bijvoorbeeld doen. Praat met mensen om je heen. Ga eens naar de ING om te vragen hoe hebben jullie die organisatie zo ingericht met die tribes. Dat jullie continu die kleine stapjes nemen. Want het mooie is van de ING dat ze daar niet in grote ideeën werken of in hele langere termijnen. Dat is het agile werken, het scrum werken, wat de start-ups zo goed weten te doen. Om die snelheid erin te krijgen, om die productinnovaties naar de markt te brengen. Ja, daar moeten corporates echt op schakelen. Dus ik zeg, ga kijken om je heen hoe het anders wordt gedaan. Hoe de manier hoe je een organisatie opzet. Hoe je niet begint bij de big idea, maar bij je ecosysteem, om je merk. Hoe je dat, ja, ik kan wel doorgaan. Hartstikke leuk, man. Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Yep.